Hallo, Ola Mana hier. Ik kom net terug van Krav Maga. En dan denk je misschien, waarom Krav Maga? Dat is toch helemaal niet spiritueel. Maar ik denk dat je niet per se alleen maar spirituele dingen hoeft te doen om je intuïtie te volgen of je gevoel te volgen. Of om erachter te komen wie je daadwerkelijk bent. Mijn knokkels doen behoorlijk veel pijn, kan ik je vertellen. Ik wou dat je dit kon zien, maar ik zat al te kijken. Je ziet het niet echt op de camera. Maar ik heb hier allemaal bloeduitstortingjes. En de knokkels die zijn behoorlijk rood. Wat is Krav Maga? Krav Maga is een verdedigingskunst eigenlijk. Heel veel mensen denken dat het een vechtsport is, maar ik denk dat het meer onder verdediging valt. Wat mij aan het denken zette bij Krav Maga is dat ook bij Krav Maga gebruik wordt gemaakt van mind training. Het is dus niet alleen het fysieke, maar ook wat jij denkt en wat jij in je hoofd print, dat gaat gebeuren. En ik denk dat het heel erg belangrijk is als jij je intuïtie of je gevoel wil gaan volgen of je hart wil gaan volgen in het leven, dat je eerst ook moet leren om je mind te trainen. Want met jouw mind kan jij jezelf besturen. Met yoga heb ik het zelf ook ondervonden. Als ik dan een hele moeilijke positie wil doen, het is niet alleen met yoga, maar ik neem even mijn eigen voorbeeld, is wanneer ik al van tevoren denk en ik zie de docenten doen of een vriendinnetje naast mij en ik zeg in mijn hoofd, dat gaat mij nooit lukken. Veel te moeilijk. Of oh, daar is mijn lichaam niet voor gemaakt. Ik ben niet lenig genoeg. Hoe moet ik dit doen? Waarom lukt het haar wel en mij niet? Waarom vragen? Zijn ook dooddoeners. Als ik dat al van tevoren denk en ik begin aan die positie, faal ik. Ga ik op mijn bek. Zie ik al, ik kan helemaal niet die halve breakdance move, die trouwens ook in yoga terugkomt, waarop je op je handen staat en je hele lichaam zo omhoog tilt. Maar het grappige is, doe ik dus precies dezelfde oefening op een ander moment en zit ik lekker in mijn vel en denk ik, nou, vandaag gaat het lukken. Dit kan ik gewoon. Ik moet me gewoon focussen. Dit gaat gewoon lukken. Ik wil dat het lukt vandaag. Als zij het kan, kan ik het ook. Die gedachten, dan ineens lukt het me. En dat bewijst gewoon hoe sterk de mind is. En vanavond bij Krav Maga merkte ik dus ook wat ik zelf heel leuk vond. Want je zit in een hele grote groep. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin een beetje angstig was. Het waren alleen maar mannen. En ik had echt zoiets van, oh, hoe ga ik daarmee sparren? En hoe, maar het viel allemaal wel mee. Uiteindelijk kwamen er ook nog een paar andere dames. En het was helemaal niet zo angstig als dat ik dacht. Want ik dacht, ik moet me even heel erg gaan verdedigen. Wat het dus was bij Krav Maga vanavond, is dat ik merkte dat zij ook een oefening hebben voor de training van je mind. En dat was dat de coach die riep één keer in zoveel tijd: zijn we al moe? En dan riep iedereen unaniem: nooit! En wat ik ook een hele goede vond was: willen we meer? Altijd! Nou, het was meteen dat bij mij klik in mijn hoofd ging: zie je, het is de mind. Als jij tegen jezelf blijft zeggen: ben ik al moe? Nooit! Nee, ik ben niet moe. Of als je tegen jezelf zegt: wil ik meer? Ja, altijd! Dan train je je mind en dan push je je lichaam verder. En op die manier, het is niet alleen fysiek, ik denk dat het met alles in het leven is, dat jij jezelf verder kunt pushen door je gedachten die kant op te stimuleren. Als jij nu ergens in het leven staat en jij hebt het gevoel dat je iets niet kan bereiken wat je eigenlijk wel wil bereiken. Dus je hebt een doel of je hebt een vraag voor jezelf, maar je krijgt geen antwoord op of het lukt je niet. Wat denk jij dan op dit moment wat jou in de weg staat? Dat is eigenlijk de vraag. Dus je hebt een doel en je kijkt jezelf aan en je zegt: oké, waarom lukt het mij niet? Nou, waarom is eigenlijk niet, maar waarom is niet de goede vraag? Eigenlijk moet je uit je eigen vocabulaire, moet je de waarom vragen, moet je allemaal schrappen. Wat weerhoudt mij ervan van het behalen van dit doel? Ik blijf expres even stil,
Want iedereen kan nu eventjes bij zichzelf nagaan denken, wat is dat nou? Wat, als je kan, pak pen en papier. Geen pen en papier bij de hand, schrijf het even in je telefoon. Of je denkt er eventjes kort over na. Nou, ga ik het heel simpel voor je maken. Jij bent het zelf die dat in de weg staat. Waarom? Omdat jij degene bent die jezelf dingen influistert. Het zijn de gedachten in je hoofd die jij gelooft en waarop jij ingeeft. Als jij tegen jezelf zegt, ik kan dat niet, want ik heb geen geld. Want ik heb geen tijd. Want ik heb niet de juiste middelen. Maar anderen kunnen dat beter dan ik. Nou, er zijn zoveel belemmerende gedachtes. Of het nou geld of iets anders is. Tijd of werk. Ik ben te druk. Ik heb al werk en ik ben te druk met dat werk. Dan blijf jij op die gedachten, blijf jij gefocust. Waardoor je dus ook niet in actie schiet. Omdat je jezelf dat continu blijft vertellen. En je bent eigenlijk jezelf aan het bevestigen. En je luistert naar die belemmerende gedachten. En dat is dus de truc. Dat je die gaat omschakelen naar positieve gedachten. Dus eigenlijk, het klinkt simpeler dan gedaan. Maar je moet het even doorhebben. Je gaat die gedachten opschrijven, die belemmerende gedachten. Bij mij was dat heel erg, ik heb geen geld en ik heb geen tijd. En dan ga je dus die belemmerende gedachten vervangen met een nieuwe gedachte. Dus elke keer wanneer jij denkt, ik heb geen geld, dan ga je daar een andere gedachte voor in de plaats zetten. Dat was bij mij, ik heb geen geld, werd, ik ga een manier vinden om zonder geld tot mijn droom te komen. Zonder startkapitaal. Want je hebt altijd een klein beetje geld nodig om überhaupt te overleven. Om eten te kopen en een huis boven je hoofd. Maar ik heb het nu puur over de doelen. Nou, als je dat tegen jezelf vertelt, dan gaat het je gewoon lukken. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoor graag feedback over wat jullie van deze video's vinden. En vertel ook wat je eigen ervaringen zijn met het vinden van jouw doelen. En of jij zelf ook ideeën hebt over mindtraining. Oké, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Doei!